Daan Reiziger, keeper van Cambuur met deze uittrap. Daar gaat het mis. Dit is de overname van Jong PSV. Daar wordt lekker gecombineerd en daar wordt gescoord. Titens geeft aan. Jason van Duiven maakt af. En Jong PSV in de 21ste minuut op een 1-0 voorsprong. De voorassist gegeven door Emir Bars. De jonkies van Jong PSV, want dat zijn ze ook. Van Duiven bijvoorbeeld de doelpunt te maken, 18 jaar. En hier, deze is 17. Tigo Land met zijn eerste doelpunt in de betaalde voetbal. En nu geeft Bars rechtstreeks de assist van een behoorlijke afstand. Maar toch is die bal wel houdbaar. Nassau gaat de 16 binnen, wordt onderuit getrokken door Sekou Silla. Er wordt een vrije trap gegeven, maar Silla krijgt wel rood. Cambuur met een man minder in de 33ste minuut. Kan er ook nog wel bij. Maar in de tweede helft gaat Cambuur toch nog wat proberen met die man minder. Nou, proberen wordt scoren. Wat een goal van Michael Breij. Half uit te draaien, half vallend. Zo wordt het 1-2. De assist hier van Remco Balk. Kan Cambuur dan nog meer uitverdedigen? Gaat niet goed bij Jong PSV. In één keer op de pantoffel genomen door de invaller Sylvester van der Water. 2-2. Al twee wedstrijden gemist met een liesblessure. Ja, dan komt er bier op het veld. Dan ligt die wedstrijd natuurlijk weer een tijdje stil. Schot in eerste instantie van een andere invaller. De topscorer. Gedeeld topscorer van de keukenkampioen-divisie Milan Smit. Maar hier is Jong PSV. En hier is de uithaal van Tigo Land. Nou, als je dan je eerste hebt gemaakt, dan ook maar je tweede in de betaalde voetbal. En Jong PSV weer op voorsprong. 3-2. Tigo Land, al een minuutje in de Eredivisie gespeeld bij PSV. Ook in de Youth League met de jeugdploeg van PSV. En zo switcht hij tussen de ene en de andere ploeg. Heerlijk gegeven die bal door Emir Bars. Die zijn tweede assist van de wedstrijd aflevert. Nadat Nassau de 16 is ingegaan. En ook heerlijk binnengekopt trouwens door Jason van Duiven. Die zijn tweede van deze wedstrijd maakt. Die dus net als Tigo Land twee keer scoort. 4-2 Jong PSV wordt het ook nog 3-4. Milan Smit met zijn zevende van het seizoen. In de 89ste minuut, maar verder dan dat komt Cambuur niet. Het eindigt in 3-4. De winst voor Jong PSV.